Yo, kijkers van de Dutch Jumps, en leuk dat jullie kijken naar Survival Build. Ja, dat kan misschien heel raar klinken en heel raar lijken, maar gezien ik het nu film. Vincent kan er dit keer niet bij zijn, misschien de volgende keer ook niet. Vincent is de laatste tijd heel erg druk, maar ja, dat gaat ook niet heel erg uitmaken, want we gaan lekker veel bouwen. We gaan de bank afmaken binnenkort en ik ga daar ook een beetje informatie zeggen over waarom ik nu eventjes alleen film. En gewoon de grootste reden, Vincent heeft weinig tijd nu, bijna tot geen tijd. En de tijd die hij heeft besteedt hij in zijn andere series, filmen zoals Tekkit, VT Beast met mij en Yannick en andere dingen. Dus ja, ik heb wel tijd en hij vroeg van, hey Giel, zou je eventjes een paar dingetjes willen doen voor mij? En hij zei, ja, sure, laat maar, zeg maar wat je wil. En hij zei, zou jij een keertje of Survivor Build willen opnemen? En ik zei, ja, is goed. En hier ben ik. Ik moet, wat doen die wolken hier eigenlijk? Moet ik even uitzetten hoor. Clouds. Dat zoek ik nogal op. Nou, we gaan met de bank verder. Ik heb dit al een keertje zo verder gebouwd. Het is trouwens een lange tijd geleden. Maar ja, we gaan weer verder. En ik was hierboven bezig. We gaan de muurtjes hier afmaken. En hoe we dat gaan doen. Even kijken. Is dat goed hout? Ja. Nou, hier komt een glas been tussen. En dit is gewoon het hout. Waardoor, dit moet trouwens altijd een full blok zijn. Je ziet dat ik het heel veel gebruik, dit 3x3 systeem. Daar is het ook 3x3. En bij de koeienfarm daarin is het ook 3x3. Ja, dat is gewoon makkelijk om in te vullen. Dan gebruik ik dit altijd. Ik heb hier een blokje en daar. En hier meestal een trap. Maar hier hoeft dat niet omdat hier onder geen ruimte zit. En hierboven weer een paar stairs. Dat gaan jullie zo zien. Wat ik daarmee bedoel. Dan hebben we even een crafting table nodig. Hier staat hij. Zo. Nou, maar het is ook trouwens een... de reden waarom ik zelf ook nu alleen opneem. Heel veel mensen zeiden ook van, ja, laat Giel's beelden eens een keer zien. Hij bouwt alleen en dat wil ik gewoon graag zien. Zoveel mensen zeiden dat. En dan zei Vincent van, weet je wat, aangezien ik weinig tijd heb nu en mensen willen toch jouw beeld een keertje zien. Nou, go ahead, jij mag opnemen. Nou, dus dat is ook een van de redenen. Maar zoals je hier ondertussen heb ik dit al ingevuld. Het doe ik gewoon met stairs, zodat hier een soort van diepte in komt. Dan lijkt het meer gedetailleerd. En dat is gewoon mooier, vind ik. En dat is gewoon de reden waarom ik dat zo doe. En we gaan straks eventjes glas paints maken, zodat we dit hierin kunnen vullen. Maar dat doen we pas als alles klaar is hier. Want anders moet ik het heen en weer lopen en eerst dat maken en dan weer dit maken. En dan blijf je bezig. Nou. Zo, dat gaan we gewoon alles tegelijk invullen zoals het normaal hoort. En dan gaan we kijken hoe dat eruit komt. Ik had al zo weer stairs nodig. Waar is mijn crafting table? Heeft die spin hem nou gejat? Hallo? Oh, hier. Ik wist dat het iets te maken had met de spin. Nou, dan gaan we eventjes een paar stairs maken. En dat doen we zo. Nog meer, denk ik. Ja, waarom ook niet. Maar ja, we gaan voornamelijk lekker veel bouwen. We gaan ook gewoon dingen doen, zoals gewoon survivalen, minen, de farm oogsten. En gewoon allemaal lekkere, leuke dingetjes die jullie normaal ook kunnen verwachten. Maar gewoon vanaf mijn perspectief, laat maar zeggen. Laat het ook weten als je het leuk vindt. Dat kun je ook te doen door een like te geven op de video. En... misschien ook te commenten van wat voor dingen jij nou zou willen zien en wat ik een keertje moet doen. Het is niet zo dat ik vanaf nu alles alleen ga doen hoor. Vincent komt heus nog wel een keertje meedoen. Maar hij heeft nu gewoon momenteel weinig tijd. Dus dat is gewoon de hoofdreden. Maar genoeg daarover. Want we zitten er al 4 minuutjes ongeveer over te praten. Maar wat mijn idee was bij de bank hier. Is dat... gewoon zo'n laag dakje en dan een stuk omhoog en dan hier gewoon een heel groot dak bovenop te maken. En dat gaan we zo uitvoeren, maar we gaan eerst de muurtjes invullen, wat irritant en lang werk is.
Oh, moet ik hem wel goed zetten. Zo. Maar het is bijna klaar, zo te zien. Dit moet ik nog even weghalen. Dit was nog van de... toen we het dak voor het eerst gingen maken. Ik wist niet wat Vincent bedoelde. Maar ik heb er dus een beetje mijn eigen twist aan gegeven. Aan de bovenkant van het dak. Nou, we gaan eventjes terug naar... Oh. Nou, ik heb pas Optifine geïnstalleerd. En normaal is Ctrl ook rennen. Volgens mij. Maar ik gebruik nu gewoon twee keer W. Maar dat heb ik dus pas geïnstalleerd. En zoals jullie weten heb ik een nieuwe laptop. En ik had eerst een paar wat probleempjes met de laptop. Want een Minecraft beeld deed niet goed. Dat had wat te maken met twee videokaarten of zo. Wat er allemaal in zat. Ik weet het allemaal niet. Dat moet je niet aan mij vragen. Ik ben geen ICT'er. En ja, dat had gewoon iets mee te maken. Het moest aangepast worden of zo. En het werkt nu. En ik ben echt super blij. Want ik heb normaal nooit zo op kunnen nemen zonder lag. Zonder vriezen zitten, dat die zo een beetje vriezen. Dat hebben jullie misschien wel een keer gezien in mijn bouwseries. En ja, ik kon er niks aan doen. Maar ik heb nu mijn nieuwe laptop. Deze laptop is voor school, maar ik kan er ook op opnemen, zoals jullie nu al zien. En ik ben er echt super blij mee. En het is echt een nieuwe ervaring, laat maar zeggen, voor mij. Dat ik gewoon zelf kan opnemen zonder lag, zonder gedoe allemaal. En ja, het is echt een nieuwe wereld voor mij, laat maar zeggen. Klinkt misschien allemaal heel raar, maar ik heb altijd een slechte PC gehad. Of ja, altijd slecht. Voor nu is hij slecht voor de games van nu. Hij was 7 jaar oud. Hij doet het nog prima hoor, maar sommige games runt hij gewoon weinig. Want er zat heel weinig RAM-geheugen in. En ja, het is nu gewoon echt... Het voelt alsof ik heel veel kan doen ineens. Nou, wat ik eerder nooit kon. Maar ik heb nu de muren ondertussen ingevuld. Dus gaan we even... Oh, ik heb hier glas. Ik moet nog even glaspaints maken. Zo. Is dat genoeg? Ja, toch? Hoe gaan we dat doen? Moet hier buiten op het dak komen? Dan gaan we hier wel even heen. Die moest ik niet hebben. Die... Zo, en dan gaan we dat eventjes lekker langzaam invullen. We kunnen er ook nog, trapdoors op zetten. Alleen, ja, dat is een beetje onnodig. Dat zijn, laat maar zeggen, van die luiken om voor de ramen dicht te doen. Want vroeger hadden ze geen rolluiken en deze is gewoon allemaal met luiken. En ik zeg nu altijd helemaal vroeger en zo, alsof dit in de middeleeuwen is. Maar de bouwstijl is wel van de middeleeuwen. Aangezien Minecraft nu niet echt... de 21ste eeuw bouwblok heeft. Maar ja, zo'n kerk zie je nu nooit. Ze zijn allemaal van steen en allemaal nieuwe dingen. Maar vroeger zagen ze er wel zo uit, allemaal van hout. En daarom bouw ik nu ook altijd in de middeleeuwen, in Minecraft. Dat vind ik gewoon mooi. Nou, we zijn nu boven. Dat trapje daar is tijdelijk. Dus niet dat jullie denken van... Hey, Giel, haal dat ding weg. Dat is hartstikke lelijk. Maar we gaan... zoals je misschien al hebt gemerkt... Ik maak overal... Oh, what the fuck. Ik maak overal crafting tables. Want dat is... Daar heb ik erin als ik daar bezig ben. Daar grens heb ik erin als ik daar bezig ben. En dat is gewoon handig, vind ik. Aan het einde mag je ze nog wel eens een keer vergeten als je klaar bent, als ik daar een crafting table plaats omdat ik bij het dak dingen nodig heb of zo. En soms vergeet ik ze nog wel. Dan kijk ik bijvoorbeeld terug en dan denk ik van, oh, wat een leuke kerk. En dan zie ik daar een crafting table op het dak staan. Dat moet je gewoon nooit vergeten, want het ziet er gewoon niet uit. Maar ik ga eventjes wat cobblestone halen. Ik verslikte me even. Ik ben nog steeds verkouden. Maar wel minder, want mijn stem is wel weer helemaal terug. Alleen, ja, ik ben nog wel een beetje verkouden. Nou, we gaan lekker langs ons mooie trapje teruglopen. En zo. Nou, daar heb je de koeienfarm, zoals ik al zei. Ook zo'n 3x3 layout, laat maar zeggen. Zie je dat? Hier zitten stairs en full blocks, omdat er dingen tussen moeten. Als dit ook stairs worden, dat kan, maar dan moet je hier een vroeg glasblok neerzetten. Want een glaspane heeft twee kanten nodig om aan vast te zitten, laat maar zeggen. En dat gaat er niet uitzien als dat er niet zit, dus geloof me, doe dat niet. Nou, genoeg cobblestone. Sticks, die
gooi ik hier gewoon neer, heb ik niet eens nodig. Ik heb trouwens ook geen texture pack, nog niet. Die moet ik nog even installeren, dus voor diegenen die, ja, die dat niet gewend zijn, sorry. Maar de volgende episode beloof ik dat ik John Smith heb, of iets anders wat erop lijkt. Maar ja, nu kunnen jullie het ook een keer zien, want meestal alles wat ik bouw is in John Smith en in standaard Minecraft texture. Het ziet er redelijk uit. Met John Smith is het natuurlijk mooier. Maar het ziet er zo redelijk uit. En daar zorg ik ook voor dat niet alleen alles in één texture pack mooi lijkt, maar gewoon in alles. Want stel nou dat één texture pack een keer wegvalt, zoals nu, omdat ik een nieuwe laptop heb. Hier moet ik alles nog op installeren. En ja, dan ziet het er nog steeds leuk uit, vind ik zelf. Ja, ik heb trouwens ook Optifine erin. Dat kun je wel zien aan deze raampjes. Hier zit normaal zo'n ding in tussen, maar ja, hier nu niet. Nou, ik ga weer langzaam omhoog. Hier komt een blok. Even kijken. Hier moet ik heen. Hier had ik een tijdelijke trapje. Zo. Dan ga ik eventjes wat stairs maken. Die jij wat stair. Zo. Nou, dat zijn er wel genoeg tot voor nu toe. Dan gaan we hier langzaam het dak uit. Oh. Moet ik het nog goed plaatsen. Een dakuitsteeksel maken. Dat doen we door dit zo te doen. Dan gaat hij omhoog. En dan moet ik eventjes wat stairs pakken en zo. En hier weer eentje naar voren. Ik ga niet uitleggen hoe het werkt. Dat heb ik al een keer in mijn bouwseries gedaan. Dus moet je maar eens een keertje opzoeken. Ja, vraagt ik bouw. Het staat ergens in dit kanaal. Ergens in de video history. Maar ja, dat heb ik al uitgelegd. Dus als je... Oh. Shit, maar dus als je daar benieuwd naar bent, dan moet je dat ook eventjes opzoeken. Die serie staat nu trouwens eventjes op halt. Gewoon dat het even stil staat. Moet nog even kijken wat we ermee verder gaan doen. Maar voor nu, voor nu kunnen jullie het met mij lekker doen. Survival build. Even kijken, dan gaan we dit precies hetzelfde doen als aan de andere kant. Zo. Nou, en dan hebben we dit al. Zoals je daar bij de kerk ziet, dat is dat randje. Even inzoomen. Handig, al die Optifine dingetjes. Nou, je kan hier inzoomen. En dan zie je dat randje daar. Daar zit nog zo'n randje, maar die zit aan de binnenkant. En dat is, laat maar zeggen, de verhoging. En het uiteinde die alles bij elkaar houdt. En dan heb je hier nog zo'n randje, daar. Die komt hier. En daar heb ik ook een speciale manier voor. Zo... En er zit, laat maar zeggen, zo'n vorm, zo'n golfvorm zit erin. Dat gaan jullie wel zien dadelijk. Moet ik even kijken. Moet dat zo? Ja, dat moet zo. Zo. Maar ja. Die volken zijn echt irritant. Maar dat gaat nog allemaal met hout ingevuld worden. En ik ga voor de volgende keer trouwens nog even die wolken weghalen, want... Die zijn echt irritant. Dan moet ik nog even kijken. Ik heb geen zin om in de opties te gaan rondzoeken. Dat is ook niks aan voor jullie. Want ik weet nog niet uit mijn hoofd waar dat in Optifine staat. Maar dat komt wel goed. Dat zoek ik wel even op. En ik ga trouwens eventjes wat meer cobblestone of wat meer hout verzamelen. Zodat het dak mooi ingevuld kan worden. Maar zoals je half ziet door de wolken, begint het al aardige vorm te krijgen. En je kan het niet heel goed zien nu, omdat de wolk er dwars doorheen komt. Maar ja, hij begint erop te lijken. Hopelijk zien jullie nu meer wat ik ermee bedoel. Hier komt dan gewoon zo'n houten puntdak zoals die. Komt daar gewoon op. En dan is de bank klaar. De volgende episode ga ik erin verder. Dus ja, dit was het voor vandaag. Vond je het nou leuk? Laat een like achter. Abonneer nog even op de Dutch Terms en abonneer nog even op mijn Engelse bouwkanaal. Staat allemaal in de beschrijving. En dan zie ik jullie in de volgende episode. Ciao!